Laten we eens kijken hoe ons brein werkt. We worden continu blootgesteld aan allerlei prikkels. Ons brein heeft een werkgeheugen, wat te vergelijken is met de processor van een computer. De prikkels komen binnen op het werkgeheugen van ons brein. Om het werkgeheugen niet te overbelasten en optimaal te laten presteren, bundelen we alle informatie en slaan we deze op in een dieper gelegen hersengebied. Je zou dit kunnen zien als een soort van mapjes. Zo zijn er allemaal verschillende mapjes, zoals bijvoorbeeld voor je werk, je familie, je hobby en je zelfbeeld. Als alle informatie goed gebundeld opgeslagen wordt in deze mapjes, dan noemen we dat een goede prikkelverwerking. Maar soms is deze verwerking van informatie verstoord. Dit kan bijvoorbeeld komen door gebeurtenissen uit het verleden, afleidingen of angst. Hierbij kan Reattach helpen. De opgeslagen informatie kunnen we weer terughalen naar ons werkgeheugen. Dit gebeurt ook bij Reattach. Zo ga je daar de informatie op een positieve manier bewerken. Tijdens de behandeling werk je aan je zelfbeeld in relatie met belangrijke personen in je leven en leer je anders naar gebeurtenissen kijken. Denkpatronen die een negatieve invloed hebben op je dagelijks functioneren, worden vervangen door beter passende patronen. Stress kan ervoor zorgen dat onze prikkelverwerking verstoord raakt. Hierdoor blijven er losse gedeeltes in ons werkgeheugen hangen. Dit vergt extra energie. Als ons werkgeheugen vol is en er komt een trigger van buitenaf, dan kan het een heftige emotionele reactie uitlokken. Dankzij Reattach word je minder prikkelbaar.